ik ben Fenna. Ik zit bij de wijkmuziekschool van Krooswijk. Ik vind het een beetje spannend, maar ook niet zo spannend dat ik niet wil optreden. Ik ben Francesco. Ik ben Naira. Ik ben Gabrielle. Ik ben Rafaëlle. En wij komen uit Krooswijk. Wijkmuziekschool. SKWR. En we gaan Red Beat spelen. Hoi meesters. Goedemorgen. Krooswijk. Ja. Goedemiddag dames en heren, wat fijn dat u er allemaal bij bent vandaag. Dat had niemand gedacht bij het, u dacht natuurlijk het tiende, het lustrumconcert van de wijkmuziekscholen van de SKVM. Maar het is inmiddels het twaalfde, want de tiende en de elfde hebben we vanmorgen al gehad. Het is heerlijk, Feyenoord en het Oude Westen zit hier voor u klaar. Daar kom je natuurlijk zelf ook vandaan. Maar wat heerlijk dat u bent. En ook fijn dat de mensen thuis mee kunnen kijken vandaag. We hebben 3 camera's staan die het allemaal registreren. Dus ik zou zeggen, dames en heren in de zaal en kinderen op het podium, blijven lachen. Want we staan zo meteen allemaal op de video. Mijn naam is Bart van Gerwen. Ik ben gevraagd om hier de boel een beetje aan elkaar te praten. En eigenlijk vooral te zorgen dat u snel zit en dat u zo meteen snel weer weggaat. En in de tussentijd 3 kwartier... heerlijk genieten van muziek. We hebben daar een aparte dirigent voor. Marijn van der Linden. Geeft u hem een hard applaus. En we zingen vandaag een paar liedjes. Of we spelen vandaag een paar nummers die echt wel een beetje corona gerelateerd zijn. U weet het natuurlijk allemaal. Theater Zuidplein. We zouden eigenlijk naar het oude Luxor. En toen kon dat niet, toen kwamen we hier terecht, toen mocht u ineens wel komen, dus toen hadden we allemaal plus, plus, plus. We beginnen zo meteen met Ode to the Joy. Dat is aan de ene kant het SKVR-lied, maar aan de andere kant natuurlijk ook een ode aan alles wat er blij is. En wat zijn we blij dat u vandaag allemaal weer mag komen hier in dit fantastische theater. Ook even een applaus voor het nieuwe Luxor die ons vandaag zomaar ontvangt. Ja. En de techniek die daar zit, heerlijk. Geweldig. Ode to the Joy. En Mami Dete. Dat is een nummer, Surinaams. Dat gaat eigenlijk over van, het gaat allemaal eigenlijk helemaal niet zo goed. Het is moeilijk geweest, maar we leven nog. En ook dat is natuurlijk corona gerelateerd. We gaan het allemaal voorbij zien komen. Marijn, ik geef jou het stokje in handen. Jongens, meisjes, ontzettend veel plezier. Thank you.
maar violen uit Feyenoord. En dan moet ik even mijn boek overdoen. Het heet Uscudara Gider Iken. Zeg ik dat een beetje goed? Niet goed? Wel goed. Uscudara Gider Iken. Kijk, en daar staan ze. Allemaal violen uit Feyenoord. Ja. En het ene moment spelen we een liedje met een Turkse naam. Een ander moment spelen we een liedje uit Suriname. Mami Dete. En Marijn gaat dat zometeen aangeven. U wordt verwacht, u heeft hier een duidelijke rol in. U wordt verwacht echt uit volle borstels mee te zingen. U kent het liedje vast, want u heeft dat thuis natuurlijk de kinderen horen oefenen. Anders dan pik je de tekst. Heel snel op, hè? Want de tekst is niet moeilijk, hè? Nee, hè? Wat is de tekst? Zeg het eens. Mi canto mami dete. Mi canto mami dete. Heb je dat? Even één keer oefenen. Mi canto mami dete. Ja, en nou tegelijk. 1, 2, 3 en... U kunt dat. Applaus voor uzelf.
Komt dat nu? Ja, van meester Arnoja. Komt u op. Ja, dames en heren, u dacht natuurlijk nooit dat dat kon, hè? Een liedje alleen maar op drum. En omdat dat zo gaaf is, gaan we dat zo meteen nog een keer doen. Maar er zitten hier natuurlijk allemaal instrumenten waarvan het gaaf is om op te spelen. En mag ik jou eens vragen, wat vind je leuk aan gitaarspelen? Nou, het is gewoon leuk om met je vingers te pingelen aan alle kanten. En dan ziet dat het heel leuk uit. En ja, het is ook super leuk. En het klinkt ook leuk? Ja, het klinkt sowieso heel leuk, ja. En speel je ook wel eens liedjes die je niet op les doet? Nee, eigenlijk niet, maar mijn vadertje doet dat wel soms. Oeh, die vaders. Dames en heren, het volgende nummer waar we naar gaan luisteren met meester Marijn is The Pirates of the Caribbean. Thank you.
volgende nummer, dames en heren. Dat gaan we beginnen met een ontzettend hard applaus, want de Lazy Blues heeft de dirigent zelf geschreven. En voordat we aan het volgende nummer beginnen, dit meisje wat hier zit op viool, hoe heet jij? Ingrid. Jij zei net, dit is de eerste keer dat ik hier ben. Ja. Vind je het al leuk? Ja. Wat vind je leuk? Om viool te spelen. Ja. Met zoveel mensen bij elkaar. En nou, er komen nog heel veel hele leuke stukken, dus ik hoop dat je er nog tot het einde aan toe heerlijk van geniet. Vind jij het ook leuk? Suzanne. Dag Suzanne. Nou is... ik laat u even over aan de drummers. Er komt nu weer zo'n drumstuk. Het elektrische drumorkest gaat u spelen. Ik moet zelf helaas heel even weg. Ik heb begrepen, net een telefoontje gekregen. Er zijn twee solisten, zoek. Die ga ik even zoeken. Dus ik hoop dat ik voor het einde van het nummer terug ben. Anders het nummer daarna. Veel plezier met het elektrisch... drumorkest. Thank you.
Fantastisch. Die elektronische drums, zodat de buren ook blij blijven in coronatijd. We gaan verder met een Argentijns liedje, de tango. Die mag gedanst worden, als jullie dat willen, op 1,5 meter. Maar wij gaan het hier prachtig voor jullie spelen. En dan zijn we alweer toegekomen aan het laatste nummer. Ah, jammer. Maar volgens mij is de solist, ja, ik zie ze zijn gevonden. Onze fantastische duo. Ze bestijgt de hitlijsten al. Miljoenen views op Spotify. Of views, hoe zeg je dat eigenlijk? Luister, downloads op Spotify. Er zijn al TikTok filmpjes met hun muziek als achtergrond. Het is het duo Doron en Bart. En zij gaan de parelvissen zingen. Muziek geeft mensen moed, geeft hoop in bange tijd. Een viruslied de wereld beven, muziek is onze strijd. Met muziek leveren wij strijd. Voor u
Doron Peper, dames en heren. En Bart van Gerwen. Applaus, dank u. En de wijkmuziekschool uit het Oude Westen en het Feyenoord. Yeah, kijk eens aan, even ervoor. Hè. Hartstikke fijn. En natuurlijk alle leraren die hier helpen. En nog een keer een ontzettend applaus voor het nieuwe Luxor Theater die hier ons vandaag zomaar heeft ontvangen. Jongens van de techniek, hartstikke bedankt. Supergoed, ook de mensen die hier nu aan het opnemen zijn. En